بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله توحيدا لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلانه، وسلم تسليما كثيرا. Beste broeders en zusters, we gaan door met deel 3 van de tekenen van de dag des oordeels. Deel 2 was niet gelukt via Instagram vanwege een technische storing. En het geluid schijnt op Clubhouse sowieso beter te zijn. Dus voor een ieder die de beste geluidskwaliteit wil, die kan beter via Clubhouse inschakelen. Wallahu ta'ala a'lam. De tekenen van het uur zijn veel, dus de lessen hierover zullen misschien ook veel zijn. We zijn nog steeds bij de kleine tekenen en we zijn niet eens ingegaan op de grote tekenen, net als al-Masih al-Dajjal, al-Dajjal, al-A'war, de Antichrist, de leugenaar, de eenoogige. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: er is geen profeet behalve dat hij zijn volk heeft gewaarschuwd tegen het Dajjal. Nuh alayhi salam heeft zijn volk gewaarschuwd tegen het Dajjal. Elke profeet heeft zijn volk gewaarschuwd tegen het Dajjal. En ik waarschuw jullie tegen het Dajjal. Voorwaar, het Dajjal heeft één oog. Maar Allah azza wa jal is niet eenoogig. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou het vaak hebben over de tekenen van het uur. Die zou het vaak hebben over de tekenen van het uur. Zodat een persoon wakker wordt. En zodat je kan relativeren, beste broeder en zuster. Wanneer het goed gaat, sta je met beide benen op je grond. Op de grond, wanneer je denkt aan de dood. En wanneer je de kleine tekenen van het uur om je heen ziet. En wanneer het slecht gaat, kan je ook relativeren. En dan weet je ook dat deze dunya tijdelijk is. Dus de Koran en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zijn compleet. Maar de fouten die zijn bij ons. Sommige broeders of zusters, hadahumullah, wanneer we praten over de dood, of wanneer we af en toe praten over de tekenen van het uur, dan zeggen zij: dit is pessimistisch. Nee, wallah, dit is niet pessimistisch, dit is realistisch. En tegelijkertijd zijn er ook genoeg positieve lezingen gegeven en genoeg positieve boeken geschreven over het paradijs en over liefde voor Allah azza wa jal. Maar dan hoor je deze mensen niet, omdat dit te confronterend voor hun is. Al-Muhim, waar het ons om gaat, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het vaak zou hebben over de tekenen van het uur, omdat dat realiteitsbesef tot de mens, aan de mens teruggeeft en tot de mens terugbrengt. En het zorgt ervoor dat je kan nuanceren. Al-Imam al-Bukhari overlevert dat Hudhayfa radiyallahu anhu, de vertrouweling van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, degene die de geheimen bewaarde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, die zei: de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft ons een khutba gegeven, die heeft ons een preek gegeven, hij heeft alles opgenoemd van datgene wat zal gebeuren tot de dag des oordeels. Degene die het weet, die weet het. En degene die het niet weet, die weet het niet. Hij zei: en bepaalde zaken was ik vergeten uit de preek van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarna weet ik het weer. Net als iemand die iemand heeft gezien nadat hij een tijd is weg geweest. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zoveel verteld dat Hudhayfa radiyallahu anhu soms na een tijd weer zou herinneren en weer zeker zou weten dat dit is verteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wellicht de langste khutba van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die ging over Yawm al-Qiyamah en over wat er zal gebeuren tot Yawm al-Qiyamah.
al-imam Muslim overlevert dat Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari radiyallahu anhu zei: de profeet sallallahu alayhi wa sallam die bad een keer met ons het fajr gebed. En daarna ging hij op de minbar staan en hij gaf ons een preek tot en met salatul dhuhr. Moet je voorstellen als het fajr om 6 uur is en het dhuhr om 12:30 in Saudi-Arabië, dan praat je over een preek van 6,5 uurtjes. En hij zei, daarna bad de profeet sallallahu alayhi wa sallam het dhuhr gebed. En hij ging weer op de minbar staan. En hij gaf ons een khutba tot aan het asr gebed. En daarna bad de profeet sallallahu alayhi wa sallam het asr gebed. En hij ging weer op de minbar staan. En hij gaf ons een preek. Hij preekte en hij gaf ons een khutba tot en met zonsondergang. Tot en met salat al maghrib. En hij vertelde ons over alles wat zal gebeuren. Dus degene die het meest onthouden heeft, die heeft de meeste kennis hierover. Een khutbah van salat al-fajr tot en met salat al-maghrib. Dat is minimaal 12 uur, ya ibadallah. Deze khutbah heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gegeven aan de sahaba. Zodat zij weten wat er zal gebeuren. En zodat zij dit ook kunnen meegeven aan de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus je weet niet alles van wat zal gebeuren. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zeker een aantal aanwijzingen gegeven. Daarin vindt de moslim ook rust. Wanneer jij zoiets ziet gebeuren, dan weet je, dit is al voorspeld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus je bereidt je voor de dag des oordeels. En je bereidt je voor jouw dood. En tegelijkertijd weet je daardoor ook zeker dat de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam waarheid is. We waren gisteren gestopt bij de moord op Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. En dat dat ook een van de tekenen van het uur is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemde ta'un amwas, de pandemie van amwas, ook als een van de tekenen van het uur. En dat was in het jaar 16. In het jaar 16 na de hijra, tijdens de khilafa van Amir al-Mu'minin, Umar radiyallahu anhu. En ook de herovering of de verovering van Jeruzalem in het jaar 18. Dat is ook een van de kleine tekenen van het uur. En een van de kleine tekenen van het uur is dus dat er veel fitna zal zijn. En die fitna die is begonnen met de moord op Uthman radiyallahu anhu. En toen zijn de Khawarij gekomen. En gisteren had ik mij versproken door te zeggen dat de dood van Uthman radiyallahu anhu de deur is. Die is opengebroken op deze ummah. En sindsdien zijn de fitna tot yawm al-qiyamah. Maar het juiste is dat de moord op Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu juist de deur was waardoor de fitan zijn begonnen in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En die zullen ook blijven tot yawm al-qiyamah. En het bewijs daarvoor is een hadith die staat in Sahih Muslim. Dat Umar radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, hij zei tegen de sahaba: wie van jullie kent de ahadith van de fitna? Wie van jullie kent de hadith, de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die gaat over de fitan, oftewel datgene wat zal gebeuren. En de hadith staat in Bukhari en Muslim. Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu, die zei: ik, ya amir al-mu'minin, ik, o leider der gelovigen. En Umar radiyallahu anhu, die zei: innaka lajari', o Hudhaifah, jij durft. Maar het was helemaal niet raar dat Hudhaifa radiyallahu anhu durfde. Want Hudhaifa was de vertrouweling van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die vertelde zijn geheimen aan Hudhaifa. Hij zei bijvoorbeeld: die en die zijn munafiqeen. En het was van de leiding en van de wijsheid van de profeet sallallahu alayhi wa sallam om niet de confrontatie op te zoeken met de munafiqeen. Hij liet ze gewoon gaan totdat ze vanzelf zouden uitdoven of totdat ze vanzelf zouden sterven om grotere schade te voorkomen. Maar Hudhaifa die wist dus wie een munafiq was.
En als Umar radiyallahu anhu een janaza zou bidden, dan zou hij eerst kijken, zou Hudhayfa meebidden of niet. Als Hudhayfa radiyallahu anhu zou meebidden, dan zou hij meebidden. En als hij Hudhayfa weg zou gaan, dan zou Umar naar hem toe gaan en zou hij zeggen, is dit van de munafiqin? Waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld. Al-Muhim, Hudhayfa die wist dus de geheimen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die wist dus ook heel veel van alamat al-sa'ah. Hudhayfa radiyallahu anhu, die wist heel veel, die had heel veel kennis over bepaalde tekenen van het uur. En Umar die vroeg dus, wie kent de hadith van fitna? En fitna betekent ook beproevingen. En toen zei Hudhayfa, ik, ja Amir al-Mu'minin, de fitna, de beproeving die een persoon meemaakt in zijn familie of zijn geld of zijn buurman. Het gebed en sadaqa en het adviseren omwille van Allah, het goede gebieden en het slechte verbieden, dat haalt deze beproevingen weg. Umar radiyallahu anhu die zei, hier vraag ik niet om. Ik vraag kennis over een fitna die net als de golven in de zee aan het bewegen is. En die net als de golven in de zee, net als een storm in de zee zal bewegen. Ja, en hij vraagt over de fitna die alle moslims en die de hele umma zal raken. Hudhayfa radiyallahu anhu die zei, ja Amir al-Mu'minin, maak je niet druk. Tussen jou en deze fitna is er een gesloten deur. Met andere woorden, o Umar, jij zal deze fitna niet meemaken die de hele umma zal raken. Tussen jou en deze fitten is er een gesloten deur. Umar radiyallahu anhu die zei, deze deur, wordt deze deur geopend of wordt deze deur gebroken? Umar weet dat er fitna gaat gebeuren in de umma. Maar hij had niet zoveel kennis net als Hudhayfa, dus hij zoekt kennis. Hij wil weten hoe dat gaat gebeuren. Yani, deze deur, wordt die geopend of wordt die gebroken? Hudhayfa radiyallahu anhu zei, deze deur wordt gebroken. En toen zei Umar radiyallahu anhu, en dit is wat we gisteren zeiden, als deze deur gebroken wordt, dan zal deze deur nooit meer sluiten. En sommige van de salaf die zeiden tegen Hudhayfa, wist Umar wat deze deur was? Want we praten nu de hele tijd over een deur die gebroken wordt. Maar wat betekent die deur? Deze deur is een persoon en die wordt vermoord. En dat is dus de gebroken deur. En vanaf dat moment verspreidde fitna zich in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus de salaf die zeiden tegen Hudhayfa, wist Umar wie of wat deze deur is die gebroken wordt? Hudhayfa die zei, zonder twijfel weet Umar dit, want ik vertelde hem duidelijke taal. En toen schaamde de salaf zich om door te vragen. De salaf zijn niet net als ons vandaag de dag. Vandaag de dag, je doet je best met lezingen, je doet je best met vertalen, zover je kan. Mensen hebben geen schaamte. Overal waar ze een gerucht horen, gaan ze tegen je zeggen, broeder, ik heb dit en dit gerucht gehoord over jou, over je moeder, over je vader, over je zus, over je stamboom. Klopt dit of niet? De zelf waren niet zo. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. De zelf die durfde Hudhayfa niet verder te vragen. En zij stuurde na een tijdje iemand om te vragen. En hij zei, ja Hudhayfa, wie is deze deur? Ze stuurde Masrooq, rahimahullah. Een van de grootste geleerden en een van de favoriete studenten van Hudhayfa en vele anderen zelf. Ze zeiden, wie is deze deur? En Hudhayfa radiyallahu anhu zei, Umar. Yani de deur is Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zelf. Umar is vermoord door Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'anahullah. En sindsdien is of zijn de fitan verspreid in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En vele van deze fitan zijn aangestoken door de munafiqin, door de hypocrieten en door bepaalde joden en andere vijanden van het geloof. En sommige fitan die zijn van de moslim zelf om macht en om roem en om status. Wal'iyadu billah. Al-Muhim, een van deze grootste fitan is dus de moord op Uthman radiyallahu anhu. En dat hebben we gisteren behandeld. En die les die komt binnenkort op YouTube. Een van de fitan die ook is gebeurd, is dat de sahaba onderling hadden gevochten. Want de sahaba, dat zijn mensen en die hadden meningsverschil. Maar wat gebeurde er toen de sahaba meningsverschil hadden? Dan kwamen er bepaalde munafiqin, bepaalde hypocrieten. En die zouden misbruik maken van dit intern conflict.
en dit conflict opblazen en ervoor zorgen dat er oorlog uitbrak. En daarom zeggen de geleerden, pas op wanneer er ruzie is tussen de moslims, dan moet je de vuile was niet buiten hangen. En wanneer er problemen zijn in een land, dan moet je niet vergeten dat jullie als land toch eenheid vormen. Dat wij als land, of het nou Marokko is, of Saudi-Arabië, of Turkije, of wat dan ook, dat je toch een eenheid vormt en dat je ervoor moet zorgen dat je niet tegen elkaar uitgespeeld wordt, al heb je gelijk. Want dit is wat de vijanden van Allah willen. Al-Muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, zoals staat in al-Bukhari en Muslim, La taqumu sa'ah, het uur zal niet plaatsvinden, hatta taqtatila fi'atani azimatan, totdat twee grote groepen, yani van de moslims, tegen elkaar zullen vechten, yakunu baynahuma maqtalatun azimah, er zal een grote moordpartij bij hun plaatsvinden, da'wahuma wahida, terwijl hun oproep hetzelfde is. Yani zij vechten eigenlijk omdat ze allebei eigenlijk hetzelfde willen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, zoals staat in Sahih Muslim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die stond een keer op een hoge plek in de Medina en hij zei tegen hun, ik zie jullie wat ik zie. Zij zeiden, nee, o boodschapper van Allah. Hij zei, ik zie fitna tussen jullie huizen, net als hoe de druppels regen op de aarde vallen. Oftewel fitna, wat elke huis in het Medina zal raken. Yani elk huis zal er een deelname aan hebben. Wal-iyadu billah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei ook tegen zijn vrouwen, in een hadith die sahih is verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah, en die is overgeleverd door al-Bazzar en anderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, wie van mijn vrouwen, wie van jullie is de vrouw met de kameel die zal vertrekken totdat zij de honden hoort blaffen in een plek die heet Al-Hawab. Mensen zullen rechts van haar vermoord worden en links van haar, en zij zal gered worden nadat ze bijna niet gered zal worden. Deze vrouw, dit was Aisha radiyallahu anha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die had dit dus al voorspeld. Wat was er gebeurd? Uthman radiyallahu anhu was vermoord. En Ali, die kreeg dus de bay'a. Ali radiyallahu anhu, die was de khalifa. Maar nog niet de hele umma had de bay'a gegeven. En een aantal sahaba die zeiden, geef ons de moordenaars van Uthman, zodat wij hun zullen executeren. En Ali radiyallahu anhu zei, dat kan ik niet doen, totdat jullie allemaal mij erkennen als leider. En sommigen die zeiden, nee, wij erkennen jou pas als leider als jij hun hebt gedood. En hij zei, ik kan hun niet doden zonder mandaat. En Muhim, een klein meningsverschil die groot is geworden. En Aisha radiyallahu anha en Talha ibn Ubaidillah en Zubair, die vertrokken naar Irak om daar vrede te stichten. En zij hadden dus wat interne meningsverschillen met Ali radiyallahu anha. En de munafiqeen hadden dat misbruikt. En die hebben deze fitna aangestoken. En op een gegeven moment hoorde Aisha radiyallahu anha, terwijl zij op reis was dus naar Irak, zij hoorde honden blaffen. En zij zei, in welke plek zijn wij? En Zubair radiyallahu anha, die zei, dit is Al-Hawab. En toen moest zij denken aan de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wou zij teruggaan en had zij enorme spijt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei al tegen Ali radiyallahu anha, zoals staat in bepaalde hadith, er zal iets gebeuren tussen jou en Aisha. En als dat gebeurt, breng haar veilig terug naar haar plek. Of zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Ook de oorlog die is gebeurd tussen Ali radiyallahu anhu en Muawiyah radiyallahu anhu, die wou niemand van deze twee. Maar de munafiqeen, die hebben deze oorlog, of die hebben deze meningsverschillen uitgebuit en vergroot. En dit is ook een van de tekenen van het uur. En hieruit leren wij dat we moeten oppassen wanneer er ruzie is of meningsverschil tussen moslims, dat er niet een derde partij dit meningsverschil gaat uitbuiten en er met de buit vandoor gaat. Wal-iyadu billah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft uitgelegd dat degene die de Khawarij zal uitroeien en zal doden,
dat hun de partij zijn die het meest gelijk hadden. En dat was dus Ali radiyallahu anhu. Want die heeft Ahl Harura uitgeroeid. En dat waren de Khawarij. En ook de Khawarij, die zijn een van de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, zoals staat in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Er zal een volk naar buiten komen aan het einde der tijden. حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ. Ze hebben melktanden. Yani, oftewel, het zijn nog jonge jongens. سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ. Dwaze dromers. يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Yani, ze praten wel met ahadith. Zij, in een andere hadith zegt de profeet, ze bidden ongelooflijk veel. En ze lezen ongelooflijk veel Koran. Maar het komt niet verder dan hun kelen. Oftewel, ze begrijpen er helemaal niks van. Zij treden uit dit geloof. Net als hoe een pijl uit een boog schiet. Net als hoe een pijl uit een boog treedt en niet meer terugkomt. Dat zijn de Khawarij. En die zijn dus in de tijd van de Sahaba al naar buiten gekomen. En dat is ook een van de tekenen van het uur. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals we zeiden in de hadith van gisteren, wanneer er fitna tussen de moslims plaatsvindt, en het gaat niet om Allah azza wa jal, maar om interne persoonlijke problemen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, pak een steen en breek daarmee jouw zwaard. Pak jouw boog en breek die en pak dat touw van de boog en snijd dat af. En wanneer iemand naar jouw huis komt om jou te doden, wees dan het als de betere van de twee zonen van Adam. Al-Muhim, wat wij willen zeggen en wat we duidelijk hebben gemaakt, insha'Allah ta'ala, dat is dat er veel fitna zal plaatsvinden tot aan Yawm al-Qiyamah. En deze fitna die komt voornamelijk uit het oosten. Deze fitna die komt voornamelijk uit het oosten, Irak, Iran en de omgeving daarvan. Yani Al-Iraq en Iran, dat is de epicentrum van de fitna. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, daar komt qarn shaitaan vandaan. De horen, de groen van de shaitaan, die komen uit Irak. En dat zie je ook, de Rawafid die zijn in Irak en ook ISIS, Islamitische Staat, in Irak en daarna pas in Syrië. Dus heel veel fitna en de Khawarij die kwamen van Irak en heel veel munafiqeen die kwamen van Irak. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei over de Khawarij: elke keer wanneer een hoorn wordt afgesneden, dan komt er een andere hoorn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die herhaalde dit meer dan 20 keer. Yani meer dan 20 keer worden de Khawarij bijna uitgeroeid, de extremisten, en dan komen zij weer naar buiten. Hatta yakhruja fi akhirihum ad-dajjal. Totdat aan het laatste, bij de laatste van hun, dan komt de Dajjal naar buiten. En ook de Mu'tazila en vele andere Ahlul Bid'ah die komen uit Irak. Een van de tekenen van het uur, en deze vind ik ontzettend belangrijk, is dat wij de Joden en Christenen gaan volgen. Wal-iyadu billah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih al-Bukhari, La taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati bi'akhdhi al-quruni qablaha shibran bi-shibr wa dira'an bi-dira'. Faqila ya Rasulallah kafarisa warum? Qala wa man innas illa ula'ik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, het uur zal niet plaatsvinden, Yawm al-Qiyamah zal niet plaatsvinden, totdat mijn ummah de volkeren voor haar precies gaat nadoen. Meter voor meter, stukje voor stukje. Ze zeiden, ja Rasulallah, de Perziërs en de Romeinen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, wie anders? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, wie anders? Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft voorspeld dat wij, de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Perziërs en de Romeinen zullen nadoen. In negatieve zin en niet in positieve zin. In positieve zin is het geen probleem dat je profiteert
van de wetenschappen, van de medicijnen, van de technologische ontwikkelingen die een ander heeft. Maar in negatieve zin is dat wel een probleem. Bijvoorbeeld Maharajan. Maharajan is een Perzisch woord. En heel veel mensen vieren Maharajan. Wat een Perzisch feest is. Of Nowruz. Dat is ook een Perzisch feest. En heel veel mensen die vieren dat. En nog bekender zijn de feestdagen van de Romeinen. Wij doen de Romeinen blindelings na. In kerst, in verjaardagen, in Sinterklaas en andere onzin. En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alayhi wasallam dat wij de andere volken stap voor stap zullen nadoen. Zelfs als zij de hol van een salamander naar binnen gaan, dan gaan wij die hol van de salamander ook binnen. Ze zeiden, ja Rasulallah, al-Yahud wa al-Nasara, de Joden en de Christenen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, wie anders? En de hadith die staat in al-Bukhari en Muslim. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ons dus geadviseerd en hij heeft ons gewaarschuwd. Hij heeft ons gewaarschuwd om de kuffaar niet na te doen. Een moslim die moet zijn eigen identiteit bewaren. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wie een volk imiteert, die behoort tot hun. Maar helaas zal de umma van Mohammed sallallahu alayhi wasallam dit doen. De kuffar slepen hun broeken, wij slepen onze broeken. De kuffar laten een baard staan omdat het mode is, dan pas zie je moslims hun baard laten staan omdat het mode is. De kuffar dragen broeken boven de enkels. Je ziet bepaalde moslims dragen broeken boven de enkels. De kuffar dragen skinny jeans. Moslims dragen skinny jeans. De kuffar dragen cargo broeken. Moslims dragen cargo broeken. De kuffar epileren. Wij epileren. De kuffar maken een hondenfilter op Snapchat. Wal-iyadu billah. Moslims doen ook alsof ze een hond zijn op Snapchat. Wal-iyadu billah. Dus wij volgen de kuffar vaak zonder dat we het doorhebben in bijna alles. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wasallam ons heeft gewaarschuwd. En terwijl hij ons heeft gewaarschuwd, heeft hij ook gezegd dat dit helaas toch wel zal gebeuren. Dus wees op je hoede, barakallahu fikum. In sommige ahadith staat, zelfs als iemand van de kuffar met zijn moeder openlijk gemeenschap zou hebben, dan zullen er mensen zijn van mijn umma die dit ook zullen doen. Wal-iyadu billah. Dus alsjeblieft, bewaar en bewaak je eigen identiteit. En dat begint met de Arabische taal. En subhanallah, je ziet hoe moeilijk het is om te focussen op de Arabische taal. Terwijl wanneer je onze Turkse broeders ziet, die zijn wel heel nationalistisch. En die zijn wel heel goed bezig met hun Turkse taal. Terwijl Arabisch niks nationalistisch is. Arabisch is iets islamitisch. Waarom lukt het de Turken wel en de rest van de moslims, inclusief de Turken, niet als het gaat om Arabisch? Dat komt omdat de shaitaan, la'anahullah, die valt jou niet lastig bij nationalisme. Maar wanneer het gaat over islamisme, over islamitisch succes, dan komt de shaitaan je lastig vallen. En daarom valt hij ons lastig in onze Arabische ontwikkeling. Dus barakallahu fikum, let op je taal en let op je identiteit. Kijk Nederland, een superklein land, een piepklein land. Maar toch zie je Nederlandse scholen in Canada, in de Verenigde Staten, terwijl het Engels meer waardevol is dan het Nederlands. Waarom? Omdat zij hun eigen identiteit willen bewaken. Hebben wij moslims die geloven in Allah en in de dag des oordeels en in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dan niet meer belang en meer baat bij het bewaken voor onze, bij het opletten voor onze eigen identiteit? Dus ontwikkel en focus je op je eigen identiteit, beste broeder en zuster, door je te verdiepen in het geloof. En o jij die kinderen hebt, lees je kinderen, al is het maar voor het slapen gaan, lees ze de verhalen voor van de profeten en vertel ze iets over de islam. Want wallahi, de shaitaan ligt op de loer. Een van de tekenen van het uur, barakallahu fikum, is dat er bepaalde mensen zullen beweren dat zij een profeet zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, La taqumu s-sa'a hatta yub'atha dajjaloon
كذابون قريب من ثلاثين. De profeet sallam die zei, het uur zal niet plaatsvinden totdat er ongeveer 30 leugenaars tevoorschijn zullen komen. En zij zullen allemaal beweren dat zij een profeet zijn. En de profeet sallam zei, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Maar ik ben de laatste der profeten. Na mij is er geen profeet. Dus de profeet sallam heeft gezegd dat er ongeveer 30 en in sommige ahadith 27 profeten, valse profeten zullen komen. En zij zullen beweren dat zij een profeet zijn. En de laatste van hun, dat is de Dajjal. Dat is de Antichrist, la'anahullah. En sommige van deze valse profeten, die verschenen al in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Net als Musaylamah al-Kadhab, radiyallahu anhu. En die is gedood tijdens de khilafa van Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. In een bekende veldslag. Die heet Al-Yamama, het slagveld van Al-Yamana. En ook Al-Aswad Al-Anasi. En ook vrouwen, Sajaj en andere vrouwen, ongeveer 4, die beweerden dat zij valse profeten waren, wal-iyadu billah. En de laatste bekende valse profeet, dat is Ahmaq Mirzai Ghulan. Dat is de leugenaar aan wie Al-Qadianiyah, de Qadianis, de zogenaamde Ahmadis, worden toegeschreven. En dat zijn kuffar. Mushrikeen, die beweren dat er een profeet is na Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ze zijn actief, vooral in Amsterdam Zuidoost. En de geleerden hebben ijma', consensus, dat dit ongelovigen zijn. En geleerden hebben geweldige boeken geschreven in het weerleggen van hun. Onder andere al-Sheikh al-Allama Ihsan Ilahi Zahir, rahimahullahu ta'ala. Dus dit zijn de Qadianis. En misschien dat iemand zegt van, maar er zijn meer dan 30 valse profeten. Dan zeggen wij dat klopt. Er zijn meer dan 30 valse profeten. Maar de bedoeling van de profeet sallam is dat dit echt de valse profeten zijn die ook aanhang hebben. Maar een nobody die beweert dat hij een valse profeet is, of dat hij een profeet is en niemand volgt hem, die is niet zo interessant. Een van de tekenen van het uur is dat er wereldvrede zal zijn. Of dat er in ieder geval heel veel vrede zal zijn. En dit merken wij ook vandaag de dag. Vroeger kon je niet op hajj gaan in je eentje. Vroeger kon je niet in een auto stappen en op hajj gaan. Je moest meegaan met een karavaan. En dan nog, op goed geluk, werd de karavaan niet overvallen. En soms gebeurde dat wel. En moest je jezelf en je familie, je vrouw en kinderen verdedigen. Want anders werd jij vermoord. En werden de vrouwen verkracht en de kinderen afgepakt en tot slaaf gemaakt. Deze vrede, de betrekkelijke vrede waarin wij leven vandaag de dag, dit is ook een van de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Musnad al-Imam Ahmad, La taqumu sa'a hatta yasira rawakib bayna al-Iraqi wa Makkah, la yakhafu illa dalal at-tariq. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, het uur zal niet plaatsvinden totdat een ruiter van Irak naar Mekka zal gaan. En hij is voor niks bang, behalve dat hij verdwaalt. En de tweede wereldvrede, of de ultieme wereldvrede, die zal nog plaatsvinden. En dat is wanneer Isa alayhi salam, wanneer de profeet van Allah azza wa jal, Isa alayhi salam, zal neerdalen. En de Dajjal zal verslaan. En Ya'juj wa Ma'juj zal verslaan. En dan zal hij trouwen van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan zal er voor een aantal jaar totale wereldvrede zijn. En dit zullen we behandelen wanneer we bij de grote tekenen terechtkomen bij idnillah. Dus een van de tekenen van het uur is totale wereldvrede en betrekkelijke wereldvrede, wat al is gebeurd in de tijd van de sahaba, in de khilafa van Umar radiyallahu anhu en daarna. Een van de tekenen van het uur, waardoor je ook weet dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een echte boodschapper is en dat hij niks verzint, maar praat, slechts praat met de toestemming van Allah azza wa jal, is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, zoals staat in al-Bukhari en in Muslim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, La taqumu sa'a hatta takhruja narun min hatta takhruja narun min ardil hijaz tudi'u a'naqul ibili bi busra. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei,
Het uur zal niet plaatsvinden totdat er een vuur zal ontstaan in het Arabisch schiereiland. De nekken van de kamelen in Bosra, die zullen hiermee verlicht worden. Bosra is een plek in Syrië, ligt op duizenden kilometers van het Arabisch schiereiland. Maar dit vuur is zo sterk dat de kamelen zullen schijnen in het licht van dit vuur. En dit is al gebeurd. Dit is gebeurd in het jaar 654 na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals onder andere imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala zei. En hij leefde in die tijd, want hij is gestorven in 656. En Ibn Hajar en Ibn Kathir die vertellen ook over dit vuur. En al-Qurtubi rahimahullah in het Tadkira vertelt ook over dit vuur. Dit is een vuur wat is ontstaan naast de Medina. En het was zo groot en zo hevig dat dit in Syrië is aanschouwd. En dit is dus verteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is een van de kleine tekenen van het uur. En een van de grote tekenen van het uur is dat er weer een vuur zal plaatsvinden aan het einde der tijden. En dat zal de mensen verzamelen naar de plek waar Yawm al-Qiyamah zal beginnen. En dat is wanneer alle moslims al zijn overleden. Dan blijven er alleen kuffar over. En dan breekt de hel echt los voordat Yawm al-Qiyamah plaatsvindt. Een van de tekenen van het uur is dat de moslims zullen vechten tegen de Turken. En dat zijn niet de Turken die we vandaag de dag kennen. Maar dat zijn de Mongolen. Net als Genghis Khan, etc. En de Tataren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih Muslim, hij zei: het uur zal niet plaatsvinden totdat de moslims zullen vechten tegen de Turken. Hun gezicht is rond, net als een schild. En hun neuzen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook dat ze kleine neuzen hebben. En hij zei ook: zij dragen harige schoenen en zij lopen in harige schoenen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: ze hebben kleine ogen, rode gezichten. En hij vertelde over hun neuzen en dat zij ronde gezichten hadden. Ronde, rode gezichten. En dit alles is gebeurd. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam had gewaarschuwd om niet te vechten tegen deze Tataren en deze Turken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: laat hun met rust, zolang zij jullie met rust laten. En daarom toen iemand hun aanviel of doodde in de tijd van Muawiyah radiyallahu anhu, had Muawiyah radiyallahu anhu hem dit ernstig verboden. Maar een aantal decennia of eeuwen daarna deden de moslims dit toch uit onwetendheid en uit ongehoorzaamheid aan het bevel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toen kwam Genghis Khan en die heeft groot verderf gezaaid onder de moslims. En die heeft in Baghdad, de hoofdstad van Irak, maar liefst 1 miljoen moslims vermoord. En wat de geleerden ook zeggen over deze Tataren, is dat zij zouden moorden om het moorden. Er zat geen enige vorm van logica in hun moord. Ze zouden de mannen, de vrouwen en de kinderen vermoorden. Terwijl het de gewoonte was in die tijd dat alleen de mannen vermoord zouden worden en dat er geprofiteerd zou worden van de vrouwen en van de kinderen. Maar deze Tataren, die waren zo barbaars, meer dan iedereen zou kunnen voorstellen. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft voorspeld dat er grote oorlogen zullen uitbreken tussen de moslims en de niet-moslims. Met name de niet-Arabieren. En hierover hebben we het gisteren ook gehad. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei bijvoorbeeld dat er een vrede zal zijn tussen ons en de Romeinen. En dat deze Romeinen ons zullen bedriegen. En dat zij komen met 80 vlaggen. Onder elke vlag zijn er 12.000 soldaten. Dus dat is een leger van 960.000 soldaten. Die zullen vechten tegen de moslims. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook in een andere hadith. Dat alle volkeren zich zullen verzamelen tegen de moslims. Om tegen ons te vechten. En toen zeiden de sahaba: zijn wij dan weinig op die dag? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: la, antum yawma idin kathir. Jullie zijn veel op die dag. Walakinnakum ghutha ka ghutha is seil.
maar jullie zijn schuim, net als zeeschuim. Met andere woorden, veel kwantiteit, maar weinig kwaliteit. Wallahi, dat is wat de umma van Mohammed vandaag de dag is. Uitzonderingen op een aantal uitzonderingen na. De meeste mannen zijn geen mannen en die kennen hun verantwoordelijkheid niet. De meeste vrouwen, het lijken net halve mannen of duivels of Allahu a'lam wat het zijn. En de meeste mannen, slappe hap, slappe was. We zijn een umma van 1 miljard, maar we stellen nauwelijks iets voor. Het Zionistisch volk, wat maar uit een paar miljoen bestaat, speelt met ons. Waarom? Omdat wij de wil van Allah Azza wa Jal hebben verlaten. En omdat wij de wetten van Allah Azza wa Jal hebben verlaten voor een paar euro's. Illa ma rahim Allah. Niet iedereen, maar wel de verre meerderheid. Wa inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen. Demonstreren op het Museumplein voor Palestina zal niks veranderen. Het enige wat wel wat zal veranderen is dat jij demonstreert door al-Fajr op tijd te bidden. En al-Dhuhr en al-Asr en al-Maghrib en al-Isha. En door terug te keren naar Allah Azza wa Jal. En door jouw bezittingen uit te geven omwille van Allah Azza wa Jal. Wat heb jij en wat hebben ik en jij en ik nodig van deze dunya, behalve een huis en een auto en wat zakgeld voor de boodschappen? Waarom sterven mensen en laten zij miljoenen achter en tonnen? Waarom wordt dit geld niet uitgegeven aan de scholen en aan de moslims, aan de weeskinderen, aan de armen en aan de behoeftigen en aan de geleerden en aan kennis omwille van Allah Azza wa Jal? Fa'inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Muhim, een van de tekenen van het uur is dus dat er bepaalde grote oorlogen zullen uitbreken. En daarover zullen we het later ook hebben. Een van de tekenen van het uur is daya'ul amanah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih al-Bukhari, zoals is overgeleverd via Abu Huraira radiyallahu anhu, hij zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Als de amanah wordt verwaarloosd, wacht dan, verwacht dan het uur. Ze zeiden, ja Rasulallah, hoe wordt de amanah verwaarloosd? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Als mensen bepaalde functies krijgen en bepaalde bevoegdheden waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn, wacht dan op de dag des oordeels. Al-amanah is alles wat jou wordt toevertrouwd. Dat kan geld zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je de directeur bent van een school of de voorzitter van een moskee of de leider van de ummah. Billahi alaikum, is dit niet wat wij leven vandaag de dag? De voorzitter van de meeste moskeeën, de voorzitters van de meeste moskeeën zijn analfabeet. Ze kunnen niet lezen, nog schrijven. Niet in het Nederlands, niet in het Arabisch, laat staan in het Nederlands. As'alukum billah. Ik vraag jullie bij Allah, hoe kan zo iemand een succesvolle voorzitter zijn? Hoe kan zo iemand focussen op het verspreiden van kennis als hij zelf geen kennis heeft opgedaan? De imam in Nederland is met alle respect een illegaal uit Marokko. Iemand die niet in Nederland is opgegroeid en die niet weet of nauwelijks weet hoe onze jeugd nadenkt en wat onze jeugd meemaakt en wat onze broeders en zusters nodig hebben. Hoe kan zoiets passen? Het is een kwestie van vraag en aanbod. Zulke mensen die nemen hun salaris en die gaan naar huis en het boeit ze voor de rest vrij weinig. Het is hard, maar het is bitter, maar helaas is het de waarheid en helaas spreken we uit ervaring. En zelfs de meeste regeringsleiders of de regeringsleiders vandaag de dag zijn ongeschikt. Die zijn niet gekozen op basis van kwaliteit. Die zijn niet gekozen op basis van taqwa, maar die zijn gekozen op basis van verkiezingen.
en zelfs valse verkiezingen. En al waren ze niet vals, dan nog was het islamitisch niet correct. Of zij hebben hun koninkrijk geërfd van hun ouders. En dit alles is islamitisch gezien incorrect. Hoe je ermee moet omgaan is een tweede. Maar islamitisch gezien klopt het niet. Een leider wordt gekozen op zijn kwaliteiten. Net als Umar ibn Khattab is uitgekozen door Abu Bakr radiyallahu anhu. En net als hoe Abu Bakr 6 sahaba heeft uitgekozen om de volgende khalifa van de moslims uit te kiezen. Fa'inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al muhim, waar het ons om gaat, is dat een van de tekenen van het uur is dat mensen bepaalde functies krijgen en bepaalde verantwoordelijkheden die totaal niet bij hun past. Die totaal niet bij hun past. Wal-iyadu billah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in de hadith, يأتي على الناس سنوات خداعات. Er zullen bedriegende jaren komen voor de mensen. يصدق فيها الخائن أو يكذب. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, سيأتي على الناس قبل الساعة. Voor het uur zullen er bedriegelijke jaren plaatsvinden. Zoals staat in Musnad al-Imam Ahmed. يصدق فيها الكاذب. Tegen de leugenaar of de leugenaar wordt beschouwd als iemand die de waarheid spreekt. ويكذب فيها الصادق. En iemand die altijd de waarheid spreekt, tegen hem wordt gezegd, jij bent een leugenaar. ويؤتمن فيها الخائن. De bedrieger die wordt gezien als iemand die betrouwbaar is. ويخون فيها الأمين. En de betrouwbare die wordt gezien als bedrieger. وينطق فيها الرويبضة. En de رويبضة die zullen spreken. قيل وما الرويبضة يا رسول الله. Wie zijn de رويبضة, o boodschapper van Allah? En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. En niets nut. De nietsnutten die zullen praten over algemene zaken. En in een andere hadith, ook bij de imam Ahmed, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Al-Fuwaisiq, de vieze man, de verdorven man, die praat over algemene zaken. En in een andere riwayah, Ar-Rajulu Safih, de dwaas, die praat over algemene nationale zaken. Dit is wat wij leven vandaag de dag. Een nietsnut. Hij weet niet eens hoe hij moet bidden. Zij weet niet eens hoe zij moet bidden. En hij zegt, ik accepteer de hadith niet. Ik accepteer alleen de Koran. Of ik kan dit niet geloven. Of dit is niet van de islam. Of wat dan ook. Wie ben jij om te spreken? Spreken over de islam is alleen voor de geleerden. En voor de studenten van kennis die bevoegd zijn. En niet voor Jan of Alleman. Bepaalde mensen die hebben duizenden of honderdduizenden volgers online. En zij denken dat zij iets voorstellen. Maar wallahi bij Allah stellen zij niet eens janaha ba'udah voor. Niet eens de vleugel. Één vleugel van een vlieg. Wal-iyadu billah. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei al-amana. En betrouwbaarheid die zal verdwijnen. Totdat er wordt gezegd in die en die plek is er een betrouwbare man. Betrouwbare mensen worden dus zeldzaam. En dit is wat wij vandaag de dag leven. Wal-iyadu billah. Een van de tekenen van het uur is dat kennis wordt opgeheven. En dat er veel onwetendheid zal zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih al-Bukhari, min ashrat al-sa'ah en yurfa' al-ilm wa yathbut al-jahl. Van de tekenen van het uur is dat kennis wordt opgeheven en dat onwetendheid zal plaatsvinden en zal blijven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook, zoals staat in Sahih Muslim, يَتَقَارَبُ الزَّمَانِ. De tijd komt dichtbij. وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ. Kennis wordt opgeheven. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ. En fitan komen tevoorschijn. وَيُلْقَ الشُّحِ. En gierigheid wordt wijd verspreid. وَيَكْثُرُ الْهَرْجِ. En dood zal ook, of moord zal ook overal plaatsvinden. Tayyib, hoe wordt deze kennis opgeheven?
De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat uitgelegd door te zeggen: Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min an-nas. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Allah gaat kennis niet trekken uit de harten van de mensen, maar hij heft kennis op doordat de geleerden zullen overlijden. En wanneer er geen geleerden meer zijn, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, dan nemen de mensen onwetenden als kopstukken. Fasu'ilu, en zij worden gevraagd. Fa'aftau bighayri ilm, en zij geven fatawa, zonder kennis geven zij antwoord. Fadallu wa adallu, zij dwalen en zij zullen laten afdwalen. Wal'iyadu billah. Dus de geleerden worden steeds minder. Dus wat moet jij doen als jij zuivere kennis wil? Kijk wat de salafus salih hebben gezegd. Kijk wat de imam Ahmed heeft gezegd. Al imam Shafi'i. Al imam Malik. Kijk wat Ibn Baz heeft gezegd. Ibn Uthaymeen. Al Albani. Rahmatullahi alayhim jami'an. En vele andere geleerden die al gestorven zijn. Als je hun uitspraken ziet, dan weet je deze mensen zijn gestorven op de sunnah. Komt hun uitspraak overeen met iemand die vandaag de dag leeft, dan weet je dat dit klopt. En anders, wees op je hoede. Want er zijn heel veel kwakzalvers vandaag de dag. De ene die zegt dat rente halal is. En de andere die zegt dat sigaretten kan. En iedereen bedenkt een smoes. Maar wallahi, op de dag des oordeels voor Allah sta je er alleen voor. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals is overgeleverd door Ibn Majah en sahih is verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Yadrusul islam, het geloof zal verslijten. Kama yadrusu washyu thawb. Net als hoe bepaalde versieringen op kledingen verslijten. Stel voor, jij koopt een nieuwe kledingstuk. Zit een bepaalde versiesel op, een bepaalde bedrukking of wat dan ook. Nadat jij dit kledingstuk 200 keer hebt gewassen, ja, dat versiesel is bijna weg. Zo is het ook met het geloof. Het geloof zal stuk voor stuk verdwijnen. De profeet sallam zei, Hatta la yudra ma siyam. Mensen zullen niet weten, wat betekent het om te vasten? En dit leven wij nu vandaag de dag. Sommige mensen, sommige Turkse buren van ons of Albanese buren, wat dan ook. Je vraagt ze, vasten jullie? Doen jullie mee aan de Ramadan? Zeggen ze nee. En dan zeggen ze, ja, mijn opa deed het wel. Mijn oma deed het wel. Dit is wat de profeet sallam bedoelt. Ongeacht nationaliteit. Maar mensen zullen dus niet meer vasten, zegt de profeet sallam. La yudra ma siyam. Ze weten niet meer wat vasten is. Wat vasten betekent. Wala salat. Ze bidden ook niet meer. Wala nusuk. Ze gaan ook niet meer op hajj. Wala sadaqa. En ze geven ook geen sadaqa meer. En dan gebeurt er iets heel gevaarlijks. وَيُسْرَى عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَهِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةِ. En op één nacht wordt de Koran opgeheven. De Koran, je zult geen letters meer vinden in de Koran. Yani de Koran wordt opgeheven. Je gaat alleen maar papier zien. Geen Koranverzen meer. وَتَبْقَى طَوَائِفْ مِنَ النَّاسِ. En er zullen mensen blijven leven, oude mannen en vrouwen, en die zullen zeggen, wij hebben onze ouders la ilaha illallah horen zeggen, dus wij blijven het herhalen. Dus deze oudere generaties, die de Koran nog hadden meegemaakt, et cetera, die zullen zeggen la ilaha illallah, maar die weten helemaal niet wat het betekent. Een man hoorde deze hadith van Hudayfa, en hij zei, ja Hudayfa, ze bidden niet, ze vasten niet, ze geven geen sadaqa. De Koran is opgeheven. Wat gaat la ilaha illallah voor hun doen? Yani wat voor zin heeft het om la ilaha illallah te zeggen? De Hudayfa die wou niet antwoorden. Eerste keer, tweede keer, derde keer. En daarna zei Hudayfa radiyallahu anhu, Tunjihim minan nar. Dit woord, la ilaha illallah, dit zal hun redden van het vuur. Dus dit woord, la ilaha illallah, is geweldig, is gezegend. Dus leer jullie kinderen la ilaha illallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih Muslim, la taqumu sa'a. Het uur zal niet plaatsvinden totdat niemand meer op aarde Allah, Allah zal zeggen. Dus mensen zullen Allah steeds meer vergeten. Pas hiervoor op. Wallahi, wanneer ik kijk naar de moslimgemeenschap in Nederland,
en je kijkt realistisch, maar het kan niet dat al onze kleinkinderen en achterkleinkinderen moslims zullen zijn op de manier hoe wij leven. Het is 11:55. We moeten meer praten over het geloof bij onze kinderen, bij onze families, bij onze vrienden. Want anders, wallahi, is het een kwestie van tijd en mensen zullen afstappen van dit geloof. En dit is waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waar tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam waarschuwde. De laatste teken van het uur waarmee we afsluiten vandaag is dat er veel onrechtvaardige politieagenten zullen zijn. Er zullen heel veel onrechtvaardige politieagenten zijn. En de profeet sallam heeft het gewaarschuwd. Heeft gewaarschuwd voor deze onrechtvaardige politieagenten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei dat er bepaalde agenten zullen zijn. Ash-shurat, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De hadith is sahih verklaard door al-Sheikh al-Albani rahimahullah. En hij staat bij al-Tabarani in al-Kabir. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Sayakunu fi akhir al-zaman shurtah. Aan het einde der tijden zal er politie zijn. Yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Zij vertrekken in de ochtend terwijl Allah boos op hun is. En zij komen terug in de avond terwijl Allah hun vervloekt heeft. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ. Pas op dat jij tot hun behoort. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gewaarschuwd tegen onrechtvaardige politieagenten om niet tot hun te behoren. En subhanallah, dat zie je ook vandaag de dag. De politie heeft moeite om medewerkers te vinden. Omdat over het algemeen, wanneer jij werkt als wijkagent, de mensen zien jou als verrader. En dat is toch wel terecht. Wanneer jij boetes gaat uitdelen voor de meest onzinnige zaken. Ga boeven vangen als je echt iets voorstelt. Kijk, als jij een rechercheur bent of een detectieve of wat dan ook. Jij lost moordzaken op. Dat is een eervolle baan. Maar dat jij wijkagent gaat spelen of nog erger die idioten van de handhaving. Wallahi, dit soort banen zijn niet toegestaan in de islam. En dit is een van de tekenen van het uur. Dat er veel onrechtvaardige agenten zullen zijn zoals we zien. Ibn Abbas die zei ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Yakunu alaykum umara hum sharrun min al majus. Er zullen leiders zijn over jullie die zijn erger dan al majus. Die zijn erger dan de vuuraanbidders. En ook een van de tekenen van het uur is dat er volop zina zal zijn. Sterker nog, mensen zullen zina zien als iets halal. En mensen zullen rente zien als iets halal. En mensen zullen muziek zien als iets halal. En het zal wijdverspreid zijn. En dit leven wij helaas vandaag de dag. Hiermee sluiten we onze lezing af van vandaag. Wa illa, we kunnen nog uren doorgaan. Maar de volgende week gaan we door met de tekenen van het uur. Morgen is er een open room, bi'idhnillah, om 9:30. Waarin er ruimte is om vragen te stellen. Het liefst worden die vragen van tevoren ingezonden. Je hebt nu een chatfunctie bij Clubhouse. Je kan gewoon drukken op het account wat jij wil. En dan kan je een vraag sturen. Want dan kunnen wij de mooiste en de belangrijkste vragen selecteren. Soms heb je bepaalde negatieve vragen.